Iedereen houdt ervan bezig te zijn met feiten en dingen die bewezen kunnen worden via een wetenschappelijk proces of door bepaalde stappen te volgen. Er zijn echter voorvallen die gewoon niet door logica verklaard kunnen worden. Ze zijn in mysterie gehuld of worden als paranormaal beschreven. Een non die in 1676 een gecodeerd bericht schreef, beweerde dat het van de duivel afkomstig was. Nu is de brief vertaald en je moet zien wat erin aan het licht komt. Blijf hier om het te ontdekken. In 1676, in het klooster van Palma di Montechiaro, was er een non, Maria della Crocifissa, die haar leven gewijd had aan het dienen van God. Voordat ze in het klooster ging, werd zuster Maria geboren als Isabella Tomasi in 1645. Maar ze werd omgedoopt tot Maria nadat ze op 15-jarige leeftijd in het klooster was ingetreden. Een typische dag voor haar en haar zusters houdt in dat ze 's morgens vroeg opstaan en tot God bidden. Daarna beginnen ze met hun handenarbeid als een vorm van liefdadigheid om anderen bij te staan in de stad die door armoede geteisterd werd. De nonnen hadden allemaal een gelofte afgelegd om hun leven in armoede te leven en brachten het grootste deel van hun dagen biddend door. Op een dag waren de andere zusters in het klooster vroeg opgestaan om hun dagelijkse taken te vervullen. Slechts één non ontbrak, zuster Maria. De andere nonnen gingen bij haar kijken en ze vonden haar onder de inkt. De 31-jarige had de nacht gillend en mompelend in zichzelf doorgebracht. Wat ze die nacht meemaakte, zullen we nooit weten. Er is nooit een verklaring gevonden. Maria beweerde dat ze door de duivel bezeten was. In haar hand lag een onleesbaar briefje. Het bevatte een taal die nog nooit iemand gezien had. Niemand wist wat het betekende en hoe het te vertalen. Ze verklaarde dat de prins der duisternis zelf haar dwong de cryptische brief te schrijven. Haar medenonnen geloofden haar en ze bewaarden de brief en stelden hem tentoon in het klooster. Gedurende vele jaren hebben verschillende teams van deskundigen geprobeerd te ontcijferen wat deze door een non uit Zuid-Italië geschreven brief betekende. Maar het lukte ze niet, tot 340 jaar later. Een groep Italiaanse computerwetenschappers ging de uitdaging aan en hanteerde een andere aanpak. Met behulp van decoderingssoftware die ze op het web vonden, is deze huiveringwekkende boodschap eindelijk vertaald. En wat het betekent, heeft iedereen met stomheid geslagen. Het team van het Ludum Science Center in Catania, Sicilië, gebruikte een programma dat door inlichtingendiensten gebruikt wordt om codes te kraken. De directeur van het centrum zei: "We hebben de software gevuld met Oud-Grieks, Arabisch, het runealfabet en Latijn om sommige letters te ontcijferen en te zien dat het echt duivels is." In plaats van een bemoeienis van Lucifer, denken deze wetenschappers dat zuster Maria leed aan schizofrenie of een bipolaire stoornis. Ze geloven dat haar jaren in het klooster haar bedreven hadden gemaakt in de taalkunde en dat de taal die ze schreef door haar gemaakt was. Het team van deskundigen kon 15 regels van de brief vertalen. Ze realiseerden zich dat het grootste deel van de inhoud gericht is op de relatie tussen mensen, Satan en God, terwijl de rest volgens hen slechts onsamenhangend gebrabbel is. De bizarre brief beschrijft God, Jezus Christus en de Heilige Geest als doodgewicht. Het stelt dat ze allemaal door de mens uitgevonden zijn en God denkt dat hij stervelingen kan bevrijden. Maar dit systeem werkt voor niemand. Vreemd is het niet. Eén zin luidt: misschien is Styx nu zeker. Volgens de Griekse mythologie scheidt de rivier Styx de onderwereld en de aarde. Aan de andere kant kunnen we ook zeggen dat dit alles slechts een geïnformeerde gok is. En misschien was Maria werkelijk bezeten door het bovennatuurlijke. Wat het ook is, we zullen het echt nooit weten, denk ik. Historici geloven dat geheime genootschappen een cruciale rol speelden bij revoluties. Mijn volgende verhaal onthult hoe één van deze groepen met elkaar communiceerde. In de 17e en 18e eeuw waren geheime genootschappen een rage. Deze exclusieve groepen communiceerden in talen die alleen door hun leden begrepen werden. En ze schreven ook gecodeerde brieven die informatie bevatten over de overtuigingen en praktijken van hun genootschap. Wetenschappers geloven dat sommige van deze brieven ook kennis kunnen bevatten die ons nog steeds van nut kan zijn. Een van zulke documenten is de Copiale Codex. Het werd geschreven tussen de jaren 1760 en 1780. Het 105 pagina's tellende, 75.000 tekens tellende manuscript kreeg zijn naam van één van de twee leesbare woorden op de bladzijde en behoorde toe aan een geheim genootschap in Duitsland. Men inscripteerde in het boek ook Philip 1866, wat betekent dat het in dat jaar werd doorgegeven aan een eigenaar die Philip heette. Na meer dan 200 jaar is de tekst nu ontcijferd door een team van wetenschappers. Kevin Knight is een computerwetenschapper aan het Information Sciences Instituut van de Universiteit van Zuid-Californië. Hij en zijn team hebben het document van het geheime genootschap na meerdere pogingen vertaald. Hij verklaart dat het geheime genootschap de occultistenorde heet. Aanvankelijk concentreerden de computerwetenschappers zich op de Griekse en Romeinse tekens. Ze probeerden ze te matchen met meer dan 80 verschillende talen, maar dat mislukte. De onderzoekers gebruikten de modernste vertaalsoftware en vertrouwden ook op hun instinct.
Ze hadden voorgevoeld dat de tekens misschien eigenlijk betekenisloos waren en dat in plaats daarvan de codes werden weergegeven door de abstracte symbolen. En ze hadden gelijk. De wetenschappers noteerden een machineleesbare versie van de gecodeerde tekst en onderwierpen die aan een computergestuurde statistische analyse. Het bleek dat het document een leidraad is voor hoe het geheime genootschap de ceremonie voor de inwijding van de nieuwe leden uitvoerde. Het document onthult ook hoe leden van de groep elkaar in de buitenwereld identificeerden. En ook hoe leden op verschillende niveaus van het geheime genootschap op de hoogte moesten zijn van de codes en gebruiken. In de Copiale Codex staat ook dat in Groot-Brittannië tijdens de regering van koningin Elizabeth verschillende geheime genootschappen werden opgericht. Ze werden echter vernietigd omdat ze meer kwaad dan goed deden. Kevin en zijn collega's stellen ook vast dat sommige passages informatie over politiek bevatten. Deze hoofdstukken kunnen historici ook helpen de geschiedenis van verschillende politieke bewegingen op te sporen. Fascinerend is het niet? Computerwetenschappers willen nu dezelfde methode gebruiken om andere vercijferde documenten te ontcijferen die waardevolle informatie kunnen bevatten. Terwijl Kevin en zijn team meer gecodeerde documenten proberen te ontcijferen, volgt hier het verhaal van een document dat meer dan 1000 jaar oud is. Egypte wordt wel de bakermat van de beschaving genoemd, want het land heeft zich in de loop van duizenden jaren met succes ontwikkeld. Dat komt ook omdat het oude Egypte enkele van de vroegste ontwikkelingen in het schrift, de landbouw, de verstedelijking, de georganiseerde godsdienst en de centrale regering in de geschiedenis meemaakte. Het is de thuisbasis van enkele 's werelds belangrijkste historische plaatsen. Vandaar dat in de Afrikaanse natie veel oude manuscripten gevonden zijn. Het Egyptische handboek is één van die documenten. Het boek bestaat al eeuwen en wetenschappers hebben zich altijd afgevraagd wat de details ervan betekenen. Wel, nu niet meer. Onderzoekers hebben nu ontcijferd waar de inhoud van het Egyptische handboek over gaat en het zou je fantasie op hol doen slaan. Het boek bevat een reeks aanroepingen en spreuken. Dit oude boek kan je ook vertellen hoe je liefdespreuken moet uitspreken, boze geesten moet uitdrijven en ook hoe je een dodelijke bacteriële infectie moet genezen die bekend staat als zwarte geelzucht. Archeologen hebben het een toepasselijke naam gegeven. Handboek voor rituele macht. Wie heeft een baan nodig als je dit boek hebt? Het is geschreven in een oude Egyptische taal die Koptisch heet en bestaat uit ingebonden bladzijden perkament. Professoren in Australië geloven ook dat de 20 pagina's tellende perkament het handboek is van een rituele beoefenaar. En het bevat al zijn trucs. Onderzoekers geloven ook dat een groep die bekend staat als de Setiërs het boek in de 7e of 8e eeuw schreef. Dit komt omdat sommige van de aanroepingen met die groep in verband gebracht worden. De Setiërs floreerden tijdens de beginjaren van het christendom. Ze geloven ook dat het derde kind van Adam en Eva, Seth, de levende Christus is. Dit oude boek vol kennis bevat ook orthodox-christelijke invocaties. Australische professoren geloven ook dat de christelijke aanroepingen en spreuken samen gecombineerd kunnen zijn. Ze stellen dat degene die het boek bezat beide combineerden tot één enkel instrument van rituele kracht. En in plaats van God verwijst het perkament naar een figuur die bekend staat als Bactiota de Goddelijke. Hoewel niets over het handboek voor rituele macht volledig bevestigd kan worden, is het toch een belangrijk stuk geschiedenis. En het wordt nu bewaard in het Museum of Ancient Cultures van de Macquarie Universiteit in Sydney. Nu volgt het verhaal over hoe een 4000 jaar oud raadsel uiteindelijk werd opgelost. Al meer dan 100 jaar proberen wetenschappers de betekenis van de mysterieuze Phaistos-schijf te ontcijferen. De schijf van klei werd gevonden op het Griekse eiland Kreta. Het was één van die beroemde artefacten geworden waarvan het leek dat ze nooit ontcijferd zouden worden. De taal die op de schijf geschreven was, ontstond in 1700 voor Christus in een tijd dat de Minoïsche beschaving op haar hoogtepunt was. Dus, toen Dr. Gareth Owens en professor John Coleman de uitdaging aannamen, wisten ze dat ze een zware klus te klaren hadden. De schijf is aan beide kanten bedekt met een spiraal van gestempelde symbolen. Dr. Owens, een linguistisch onderzoeker, verklaart dat de schijf alleen in spiraalvormige richting gelezen kan worden. Ze is bedekt met in totaal 241 beeldsegmenten gemaakt van 45 afzonderlijke symbolen. Hij zei, het meest constante woord en waarde is moeder en in het bijzonder de moedergodin uit de Minoïsche tijd. Enkele van de meest opvallende woorden op de schijf zijn grote dame van belang en zwangere moeder. De onderzoeker gelooft dat de schijf een gebed tot de Minoïsche god bevat. De cruciale woorden hebben dan ook allemaal betrekking op vrouwen. Dit wordt ook gesteund door het feit dat Minoërs een polytheïstische cultus volgen. Ze vereerden vrouwelijke goden en hun godsdienst was matriarchaal. Dr. Owens' ontdekking ontkracht een populaire bewering van de Duitser Herbert Breckel. Volgens hem is de schijf het equivalent van een typemachine omdat ze aan de essentiële criteria van typografisch drukken voldoet. De discussie gaat door over wat de schijf werkelijk betekent, maar één ding weten we allemaal. De Minoërs vervaardigden prachtige stukken met klei. Welke van deze verhalen vond je het interessantst? Heb jij soortgelijke verhalen over oude documenten die onlangs ontcijferd werden? Deel ze met me in de comments.
Ik hoop je de volgende keer opnieuw te zien.